En dan is er veel te doen over de zon. Jordi, vertel. Ja, want op X gaan zonnefans echt helemaal los. Want op het oppervlakte van de zon is het de laatste tijd behoorlijk onrustig. Zonnevlammen zorgen de hele maand al voor gekke dingen op aarde. Eerst was het Noorderlicht al te zien in Beijing, pas voor de tweede keer ooit. En nu zijn het radiozendamateurs die ineens helemaal niks meer horen. It caused some high-frequently radio blackouts across the US en South America. Even some ham operators briefly said that there was no sound. Ja, want wat is er aan de hand? We komen steeds dichter bij het hoogtepunt van de zonnecyclus. Die duurt 11 jaar. En het hoogtepunt is in 2025 en dus steeds meer zonnevlammen. Zo ook gisteren een hele grote, een ontploffing aan de oppervlakte van de zon, zo'n 150 miljoen kilometer van ons vandaan. Daarbij komen heel veel elektrisch geladen deeltjes vrij die alle kanten op schieten en soms gaan die dus ook richting de aarde. Ja vervelend dus voor die radio hobbyisten, maar dat is nog niks vergeleken met wat er in 1989 gebeurde. Er was een power surge in Northern Quebec. Just a fraction of a second. En dan, zoals een big circuitbreaker, hele systeem Bestaat er dan nu een kans dat dit nog een keer gebeurt? Ja, want het uh, blijft vaak niet bij zo'n zonnevlam alleen. Er komt nog een enorme gaswolk onze kant op, vanavond of morgen. En die kan het magnetische veld van de aarde flink in de war brengen. Eigenlijk op een vergelijkbare manier waarop een inductiekookplaat een magneetveld heeft wat heel snel heen en weer staat te wiebelen. Waardoor het stroom opwekt in de pan die je erop zet. Wat er dus kan gebeuren, is dat een elektriciteitsnetwerk gekookt wordt. en de transformatoren gaan smelten. Ja, anderhalve eeuw geleden gebeurde dat ook al. tijdens de heftigste zonnestorm ooit. Ontdekt door de Britse astronoom Christopher Carrington. En daarom heet het nu het Carrington Event. Zo heftig was het. Toen kon je het poollicht zelfs in de buurt van de Evenaar zien. Er was in 1859 was er een waanzinnig krachtige zonsuitbarsting. Niemand. Had dat in de gaten? Behalve dat alle telegraafleidingen in Europa en de Verenigde Staten allemaal doorsmolten. Maar toen was de technologie op aarde nog maar net begonnen. We waren lang zo kwetsbaar niet als nu. Ja, en wat zouden de gevolgen nu dan zijn? De afgelopen jaren is er echt wel heel veel onderzoek gedaan. Hoor. En um, ja, je ziet dus dat het niet alleen maar zorgt voor technische problemen. Zonnestormen hebben mogelijk ook invloed op onze gezondheid. Elektromagnetische straling zou hart- en vaatziekten kunnen verergeren. Of schizofrenie en zelfdoningen kunnen veroorzaken. Maar de meeste zorgen hoor je nu over de internetapocalypse. De ondergang van het internet. Eind dit jaar enorme zonnestormen verwacht. Kans op wekenlang geen internet. Um... Laat het even zinken. No more internet. It's be a Ja, zonnestormen kunnen er namelijk ook voor zorgen dat satellieten onbruikbaar worden. Vorig jaar schoot Elon Musk er nog veertig de ruimte in die kort daarna door een zonnestorm kortsluiting kregen. En ja, als dat op grote schaal gebeurt, zou je kunnen denken dat het internet een keer gaat wegvallen. Nou, op zonnevlammen zoals die de afgelopen dagen er waren. Uh, zijn wij goed genoeg voorbereid? Ik kan me voorstellen dat uh, op het moment dat er hele hoge stromen worden verwacht door een zonnestorm, dat men vitale infrastructuur afkoppelt van het net totdat uh, het allemaal weer een beetje rustig is. Ja, de dreiging van zo'n storm wordt dus goed in de gaten gehouden. Want bij een zonnestorm zoals die in 1859 zouden we voor duizenden miljarden aan schade krijgen. Daarom zijn er zelfs ideeën een grote ruimteschild te bouwen om de aarde te beschermen. Maar ja, voorlopig gaat het dus allemaal nog goed. Gelukkig, Jordi, dankjewel. En afgelopen...